interessante wedstrijd wordt. Ik denk, Barak heeft natuurlijk heel veel ervaring. En is gewoon natuurlijk van nature al een sterke jongen. Alleen hij mist een beetje wedstrijdritme. Cairo heeft aan de handen van wel wedstrijdritme. Alleen Cairo start nooit zo sterk. En misschien is Barak ietsje sluw om hem niet zo ver te laten komen om naar de derde ronde te gaan. Anders wordt het een moeilijke partij. En denk ik dat de jeugd wel eens kan beslissen, want Cairo is wel goed bezig. Alleen die moet al het eerste voor een paar klappen hebben voordat hij wakker wordt. En misschien zijn die van Barak wel net die start. Het zal er ontspannen. Ik denk eerlijk gezegd, of Barak in de eerste ronde, of Cairo op punten, of in de derde ronde. Ik denk dat het een beukpartij gaat worden. Zeker sensatie, want het, Barak is natuurlijk niet een van de minste. Ook een leuke uitdaging voor Cairo dit. Hij heeft ook een tijdje niks gedaan, Barak. Maar ik denk dat het wel een interessante partij gaat worden. Barak tegen Cairo. En uiteindelijk, wie denk je dat met de beste trekt? Het is kickboksen, zelfs de beste. Iemand die op papier zegt dat hij de ene kan verslaan. Je weet nooit hoe het een kickboks op kan lopen. De ene wat fit is dan de ander. Dus, made the best win.